Als je een beetje van zingen houdt en je vindt het ook leuk om wat Nederlandse liedjes te zingen, kom dan gewoon bij ons staan. Ik ga lekker meedoen. Het is ooit begonnen in Brussel. Dat heette toen nog de Gelukkig Zijn Sessies. Ook met nieuwe Belgen, in dat geval natuurlijk. Die gingen de Nederlandse taal leren door liedjes te zingen. Het bleek heel goed te werken, omdat liedjes kun je beter onthouden dan gewoon woorden. Zonder een melodie, dus dat ging heel goed. Toen hebben ze dat in Nederland overgenomen. In Paradiso zijn ze mee begonnen. En toen mocht eigenlijk vanaf toen mocht heel Nederland datzelfde concept overnemen voor niks. Wij hebben niet zomaar diezelfde powerpoints overgenomen, wij maken ze zelf. De oorspronkelijke gedachte is het oefenen van je uitspraak. Dus de powerpoints van Paradiso in Brussel zijn ook gewoon helemaal effen, zonder afbeeldingen. En wij voegen er af en toe wel afbeeldingen aan toe. En onderstrepen ook klemtonen. Maar het gaat echt om het horen van de uitspraak gezongen door native speakers Nederlands. Meegelezen op een scherm. En dan na een paar keer ook zelf in een vaste cadans je zo veilig voelen dat je zelf ook passages durft mee te zingen of te zeggen. Dat is het uitgangspunt. En daarnaast werken wij heel erg aan verbinding. Aan connectie tussen mensen. Door allerlei ritmespellen, namenspellen, kennismakenspellen. Iets over jezelf vertellen in een cadans. Lente me, zomer me, september me en winter me, want ik heb je onophoudelijk lief. Ik werk op een AZC en iemand die daar ook werkte, die deed dat. Van haar hoorde ik het. In de bibliotheek van Arnhem was dat. Alleen ze zei, haar ding was altijd, ze zei, er zijn altijd zoveel Nederlanders, maar heel weinig nieuwe Nederlanders komen erop af. Dus er zaten heel veel Nederlanders in de zaal die al die liedjes wel kenden. En die vonden het heel fijn om te zingen, maar de nieuwe Nederlanders was maar een heel klein percentage. En dat is in Woerden wel anders. Ja, dat komt echt door de samenwerking met Wij Zijn Woerden. Daar komen de taalmaatjes samen, de begeleiders en de taallerenden komen samen één keer in de maand oefenen. Dus daardoor is het percentage anderstaligen groot. Gezellig, een huiselijk gevoel gevend, vriendelijk aandoen is hetzelfde als knus. Generaliseren. Als algemene regel laten gelden op grond van één bijzonder geval. Een tosti. Twee geroosterde boterhammen waartussen kaas en ham is meegeroosterd. Verbinding. Nou, beter is verbintenis dat je dat zoekt. Samenbinden. Innig verenigen. Er zijn voordelen aan verbonden, gaan ermee gepaard. Van een verband voorzien. En bij verbinding staat het verbinden. Iets dat verbindt, zich in verbinding stellen met. Kom ik op een trapje door het raamkozijn. En je weet het niet en je raadt het niet. Zo gaat de vogel en zo gaat de vis. Nou, wij letten altijd heel goed op zeg maar, of het te moeilijk is. De moeilijkheidsgraad passen wij aan. En ook komt er af en toe een verzoekje en die kunnen we gewoon verwerken in onze PowerPoint. Af en toe ook een verzoekje in de moedertaal van een van de anderstalige deelnemers. Daar gaan we soms ook mee aan de slag. Zetten we er een Nederlandse tekst op. En zo is het helemaal ons eigen concept geworden en we hebben ook een heel vaste opbouw eraan gegeven met een openingslied. Altijd twee herhalingsliederen, een traditioneel liedje, een kanon, bijvoorbeeld Vader Jacob. En dan twee nieuwe liederen elke keer. Ik schuil je en ik vreugel je. Ik Rembrandt en ik breugel je. Ik Rembrandt en ik breugel je. Zullen we die eens gaan? Ja, vooral liedjes van Bluff zijn textueel echt te moeilijk. Ja. Dan halen we nu soms het refrein er alleen uit. Dan zing ik de rest wel voor. Ja. Maar dan bijvoorbeeld hier ben ik veilig. Ja, dansen aan de zee. Ja, dansen aan de zee. En dan laten we het refrein door hen zingen. Ja. Oh, wat ik nog heel goed weet is,
Twee meisjes op het strand van Raymond van het Groene Woud. Oh ja. Twee meisjes op het strand. Dat was echt heel leuk, want dat had nog niemand gedaan met Zing Nederlands met me. Dus, maar dat pakte heel goed uit, dat liedje. Er was iemand zei zelfs van, god, lijkt een beetje een Arabische melodie zit erin. Dus er waren ook niet-Nederlands niet heel fijn om dat te zingen. Na 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 na, is het een beetje, ja. Iets. Een niet nader aangeduide zaak. Aanduiden. Kenbaar maken door het noemen van herkenningstekens. Wel herkenningsmelodie. Een melodietje waarmee radio- of tv-programma's beginnen. Melodie. Een afgeronde reeks van ritmisch geordende tonen. Nou, hier achter ons op het kerkplein op 5 mei in de middag. Ja, daar vindt de volgende editie plaats van Zing Nederlands met me. En iedereen is welkom. Nou, bevrijdingsdag. Misschien ja, deze de NT2'ers, mensen die Nederlands als tweede taal leren nu, die hebben vaak ja, een oorlogsachtergrond. En ja, om samen met hen hier vrijheid te vieren, dat je buiten kan staan zingen. Samen met de bewoners van je nieuwe stad. Dat ja, betekent denk ik meer dan wij ons kunnen voorstellen.